Yeah, it was really tough. I think I started not so good. I think she started really well, so I just had to find the rhythm, find the movement again. I think the court was really heavy in the beginning. I was not using my legs so good. So I think in the second and third set, you could see that the movement was better. I was using more my forehand, and then it was a little bit easier to play for me. Yeah, it's going to be a really tough one. I think I have to be ready to play a really long match, so long rallies. I have to be patient. Again, have to use my forehand a lot, and then we'll see. So I'm just going to prepare as good as I can. Nou, het was natuurlijk gewoon lang wachten. Dus elke keer wordt het met een half uurtje wordt het verlaat. En je krijgt dan niet echt de tijd om echt te eten. Normaal, als jij inderdaad om 1 uur de baan op gaat, dan weet je, oké, om 11 uur neem ik gewoon een grote goede maaltijd. En nu had ik om 11 uur normaal erop gegaan. Dus dan, ja, elke keer als dat met een half uurtje verlaat wordt, is dat gewoon lastig. Dus je eet wel kleine beetjes. Maar ik dacht van, nou ja, ik moet gewoon blijven aanvullen. Dus ik nam een hapje banaan, maar dat ging niet helemaal goed.